Heel eerlijk, als wij in Borculo aankomen, dat voelt altijd toch een beetje als thuiskomen. Zodra Sinterklaas in het land is, veranderde de stemming in Borculo direct. De Berkellandse stad wordt dan voor even Sint-Nicolaasstad. Ruim 6000 mensen kwamen speciaal voor de Goedheiligman en zijn Pieten naar het centrum om te genieten van alle activiteiten. Er is straattheater, we hebben de tramen van Sinterklaas, we hebben de Pieterschool, we hebben Pietergym. Eigenlijk is er heel veel te beleven. Ruim 40 vrijwilligers bouwen elk jaar de stad om tot een heus Sinterklaaswalhalla. Het is gewoon veel werk, maar wel heel erg leuk. En je ziet gewoon mensen beginnen al te genieten. Op het moment dat je de schildjes aan de lantaarnpalen maakt, vinden ze dat fantastisch. En vandaag loopt natuurlijk ook het straattheater loopt mee. En er zijn ook weer 80 personen. En dat is echt geweldig. Sint en zijn Pieten zijn zelf ook weer blij dat ze in de Achterhoek zijn. Ondanks het werken komen we hier eigenlijk helemaal tot rust, hè, Sinterklaas. Ja, dat klopt. Ja, want het ziet er prachtig uit met de werkkamer en de Pietenbakkerij. Ja, de kinderen kunnen hun Pietendiploma halen. En speciaal voor deze gelegenheid heb ik ook mijn Pieterband meegenomen. Ja, die spelen het hele jaar de mooiste deuntjes. De organisatie van Sint-Nicolaasstad hoopt in de toekomst nog groter te worden en meer bezoekers naar Borculo te trekken. Nou, ik zie wel dat we uit kunnen breiden. We moeten natuurlijk wel zorgen dat we rustig uitbreiden, niet te veel tegelijk. En dat we het gewoon echt leuk en gezellig houden. En of er nog een beetje brave kinderen in de Achterhoek zijn? U weet toch dat alle kinderen even braaf zijn? Ja, dat moet u toch weten. Maar vroeger heb ik u nog achter de gordijnen weggehaald, hè? Maar daar zullen we het nu maar niet over hebben.